Open the door to a brighter future, invest in yourself. Dit is het thema van de internationale Scholarship Fair, georganiseerd door de OAS. De beurs is momenteel open voor publiek en heeft als doel om studenten van het VWO en de universiteit te informeren over studiemogelijkheden in het buitenland. Volgens Nancy Robinson, OAS-vertegenwoordiger, is deze beurs voor de tweede keer georganiseerd. Robinson citeerde de secretaris-generaal van de OAS, Louis Almagro, die aangeeft dat investeren in educatie belangrijk is omdat het de jeugd gelijke ontwikkelingskansen biedt. Robinson zegt dat de deelname van instituten en ambassades dit jaar groter is. And I'm happy to say now includes Argentina, Brazil, China, France, India, Indonesia and the United States, PAHO, ICA and the European Union. Thank you all for participating and make this a clearinghouse of information that will be beneficial, but it also shows the spirit of international cooperation that motivates us. Nancy Robinson, OAS-vertegenwoordiger. De consultant Annette Chonsifat geeft aan waarom een scholarship of studiebeurs belangrijk is voor studenten. Een educatie kan ertoe leiden dat mensen uit de armoedesfeer worden gehaald. And can help to build equal and sustainable societies where everyone can live secure, fulfilling lives, if I can dream. But that is why actually education has remained one of the highest priorities in international and national development programs and plans. And in Suriname, like the rest of the Caribbean, or the wider region even, we have invested time and energy and money in education and have reported improved enrollment percentages and better access to education in general. Om de aanwezige studenten extra te motiveren, hebben de artiesten Nisha Medaren, Bishiel Watsaam en Emmanuel Sanfisi een scholarship song uitgebracht. In dit lied worden jongeren dringend opgeroepen in zichzelf te investeren. Stay in school, express yourself, invest in yourself. Bang is investeren in jezelf. Blijf geloven, dus zet in het werk. Vandaag heb je de kans, maak gebruik van werk. Grijp toe naar elke gelegenheid. Is een bewezen feit dat degene die doet zetten, degene zijn die dit maken. Dus waarom de school te verlaten? Nee. Ga ervoor, pak de beurs en studeer. Die je best zodat je anderen inspireert. Kom terug en bouw Suriname op. We kunnen dit aan, we komen zeker aan top, maar. Zo we gaan je alle samen. Alla piki mama papa, yeah. Na tempo quasi ko, yeah. Na tempo tasi ko, na tempo tasi ko. Een fragment uit de scholarship song, gebracht door de Surinaamse artiesten Nisha Medaren, Michiel Watsaam en Emmanuel Sanfisi. Zij hebben dit lied vanmorgen gezongen tijdens de eendaagse scholarship fair van de OAS in de KKF Beurshal. De fair wordt vanavond om 9 uur afgesloten.